met de heer Bordewijk namens Wildbeheer Eenheid Delfland. Ik weet niet of dat die al beschikbaar is. Welkom, meneer Bordewijk. U zit hier namens Wildbeheereenheid Delfland. U heeft van tevoren ook aangegeven gekregen via de griffier hoe het gaat werken. U krijgt 5 minuten de tijd om uw bijdrage te doen. U heeft een boekje gekregen met een pen waarin u de vragen van de commissieleden die ze misschien hebben naar aanleiding van uw verhaal kunt noteren. En dan kunt u ze in 1 keer beantwoorden. Als u op de rechterknop van uw voor u drukt, dan bent u in beeld en geluid zichtbaar voor een ieder. En dan geef ik aan u het woord. Prima. Ik vertegenwoordig zeg maar de wildbeheer dus in het gebied Delfland. We zijn daar, de jachthouders en uitvoerders zijn daar verenigd. Een aantal van onze leden die jagen ook in de Bonnenpolder al 40 jaar. Dat zijn goed opgeleide vrijwilligers die het gebied kennen, flora en fauna goed kennen. Ze voelen zich daar heel erg betrokken bij dat gebied. En ze dragen daar zorg voor een redelijke wildstand, zodat ook de recreanten mooie dingen zien. Maar we doen dat wel op een verantwoorde manier. Als er overlast is of schade, dan beperken we de populaties. En met grote regelmaat zitten we dus in het veld en zien we dingen. We zijn ook de ogen van vaak ook politie en andere overheidsinstanties in het buitengebied als er dingen misgaan. We tellen wild. We verrichten in overleg met de grondeigenaren op vrijwillige basis allerlei werkzaamheden, biotoopverbetering en dergelijke. En we het realiseren van een ecologische verbinding tussen de kuststreek en Midden-Delfland, die juichen we op zich van harte toe. Maar daarmee neemt ook de verantwoordelijkheid voor het beheer van de daarin levende fauna enorm toe. We kunnen erop wachten dat bijvoorbeeld reeën overtrekken vanuit de kuststrook naar Midden-Delfland met alle risico's van dien. Verkeersongelukken en dergelijke. We zijn door de overheid aangewezen als de uitvoeringsorganisatie in de wet natuurbescherming die uitvoering geeft aan provinciaal faunabeheer. Dit wordt geregeld in de faunabeheerplannen en alle soms tegenstrijdige belangen van fauna, natuurbeschermers, agrarisch, recreanten en beheerders, die worden daarin afgewogen. Daar komt uiteindelijk een keuze uit, een besluit uit en wij voeren dat uit. Met name wegbeheerders zitten daar ook aan tafel. We bevorderen tegelijkertijd het welzijn van de dieren die daar leven. Dat doen we door biotoopverbetering, aanleggen van bloemenstroken, weidevogelbeheer op een goede manier, vossen kort houden bijvoorbeeld, eendenkorven projecten, bijvoorbeeld het kraaiennest in Midden-Delfland, daar werken we heel erg aan mee. Tegelijkertijd bestrijden we de overlast en voorkomen we schade, maar dan zit het veel op verkeersveiligheid, vliegveiligheid, nestbehandeling, maar ook voeren wij het valwild uit aanrijdingen met dieren. Als dieren zijn aangereden en die liggen daar te creperen in het bos, dan wordt aan ons verzocht om die dieren op te sporen en uit hun lijden te verlossen. Onze leden ondersteunen daarmee dus niet alleen de gemeente Rotterdam, maar alle gemeentes in het gebied en ook de terreinbeherende organisaties bij het bestrijden van overlast en schade. En we zijn, zoals gezegd, ogen in het buitengebied. We hebben dus een bepaalde toegevoegde waarde in dat buitengebied. We pleiten er dan ook voor om in de realisatieplannen
zoals ze voorliggen voor de Bonnenpolder, ook te besluiten om de jachtrechten gewoon te blijven verlenen aan de zittende jachthouders of aan de WBA. En ons te erkennen als serieuze gesprekspartner in dit proces. Natuur, agrarisch en recreatief gebruik en infrastructuur zijn heel nauw met elkaar verbonden. Doe je het een, gebeurt er aan de andere kant iets anders. En het vereist een goed en zorgvuldig beheer. De wet natuurbescherming gaat vanuit van regionaal planmatig gecoördineerd beheer in een aangesloten gebied, het WBE-gebied, heel Delfland. En als u besluit als gemeente de gronden niet meer te verhuren voor die taak aan de betrokken plaatselijke faunabeheerders of de WBE, dan ondermijnt u dit landelijk beleid. En creëert u ook risico's voor het aanwezige wild. Door het onttrekken van kleine oppervlaktes aan het noodzakelijk regionaal plan creëert je een lappendeken. En dat is ja, op zich heel slecht, want wild houdt zich niet aan grenzen. Kortom, neem uw verantwoordelijkheid daarin. Wij adviseren u dus met klem om de gronden in de Bonnenpolder, die nu ter discussie staan en waarvan de jachtovereenkomsten eigenlijk beëindigd worden, maar ook alle andere in het buitengebied gelegen gronden, voor het faunabeheer toch onder te brengen bij de samenwerkende faunabeheerders binnen de WBE. En dat is eigenlijk het belangrijkste element in mijn betoog. U mag de knop weer indrukken. U bent iets over tijd, maar niet veel. Ik kijk de commissie rond. Mevrouw, u gaat dus nu vragen krijgen, die mag u noteren en dan kunt u ze dadelijk allemaal beantwoorden. Mevrouw Kokkoorn. Ja, dank u wel. Dank ook voor uw komst. Ik heb eigenlijk één vraag. In hoeverre wordt nou in het bestemmingsplan geregeld dat dit wel of niet meer kan? Of moet dat eigenlijk in een aanvullende overeenkomst met u opnieuw geregeld worden? Dank u wel. De heer Van Putten van Leefbaar. Ja, ik heb ook naar uw betoog geluisterd en ik wil ook de vraag stellen van dat u zorg is om die jachtrechten te blijven verlenen. In hoeverre staat dat ter discussie dan? Dat is mijn vraag. Ik kijk de commissie rond. Wie nog? Mevrouw Faber. Dank u wel. Ik zou graag van de heer Bordewijk willen weten of hij hier eerder met de gemeente Rotterdam over heeft gesproken vanuit zijn organisatie. Dan specifiek over dit gebied en wat daar dan in besproken is. En wat ik een interessant punt vond, wat u noemde, is veiligheid. Met name als die verbinding komt tussen de kust en Midden-Delfland. En inderdaad wild dat gebied door gaat trekken. Dat zou inderdaad gevolgen kunnen hebben voor verkeersveiligheid. Ik zou graag van u willen horen wat voor suggesties u heeft op dat vlak. Dank u wel. Ik kijk nog rond. Dat was het. Dan is aan u, meneer Bordewijk, het om te beantwoorden. Voor wat betreft de jachtrechten, wij zien dus dat de jachtrechtovereenkomsten die worden voor 6 of 12 jaar over het algemeen afgesloten. In dit hele proces zijn de geldende en lopende contracten, die worden niet verleend op dit moment. Met reden dat we dat gebied zeg maar een natuurbestemming gaan geven en een recreatiebestemming. Er zitten ook wat elementen in het bestemmingsplan die daar invloed op uitoefenen. Letterlijk staat er in het bestemmingsplan geen letter over het jachtrecht in zijn algemeenheid. Maar het algemeen beleid binnen de gemeente Rotterdam is 2 jaar geleden ongeveer ingegaan en die zegt dat het jachtrecht niet meer wordt uitgevoerd op gemeentegronden. Dat heeft dus tot consequentie dat met name ook in dit bestemmingsplan geen jachtrechten meer vergeven zullen worden. Maar het is een belangrijk aandachtspunt in het, zowel het welzijn van de daar in de wild levende populaties als in de verkeersveiligheid. Dus in het bestemmingsplan staat er geen letter over op dit moment en dat baart ons zorgen. In hoeverre
jacht en met name schade beheer ter discussie staat, dat is vaak ook een maatschappelijke discussie. Er is een groep dierenvrienden die beheer en verantwoordelijkheid nemen in het beheer van die populaties volstrekt onderschrijft. En er zijn ook andere groepen die op emotionele gronden ook vaak dat afwijzen. Nou, dat is een heel andere discussie. Maar het is wel belangrijk om die verantwoordelijkheid te nemen als overheidsorganisatie en dat in je beleid op te nemen uiteindelijk. Wat betreft verkeersveiligheid en historie, we zijn daar eigenlijk heel kort geleden door Zuid-Hollands Landschap gevraagd om mee te denken over dit plan. Dus het daalde 2 weken geleden bij ons op het bureau en toen was het van wacht even, dit grijpt heel erg in. Het raakt een aantal 180 hectare is behoorlijk oppervlak. En dat grijpt in op die rechten van die jachthouders. Ik heb ze zelf gesproken en ze waren bijzonder teleurgesteld over het afgelopen proces. Ze hebben daar wel op verschillende wijzes gepoogd zienswijzes in te dienen en dergelijke. Maar dat is nooit gecoördineerd gebeurd. En ons is gevraagd om toch namens alle jagers inbreng te hebben binnen dit proces. Dus we hebben dat opgepakt, die handschoen, en vandaar dat ik hier nu zit. Verkeersveiligheid. Je moet je voorstellen wat je ziet gebeuren in bijvoorbeeld Oostvaardersplassen. Dat is een prachtig natuurgebied, heel groot, en op een gegeven moment breng je daar groot wild binnen. Dat groot wild dat heeft 1 mechanisme in wilde populaties en dat is voortplanting. En dat is overleven. En naarmate de omstandigheden goed zijn, groeien die populaties totdat het aanbod van het voedsel overstijgt. En dan gaat het mis. En dat hebben we de afgelopen jaren in Oostvaardersplassen gezien. We zien het in de Duinwaterleiding van Amsterdam. Dat zijn allemaal hele grote gebieden. Maar de populaties worden daar te groot. En als je dan veel te laat ingrijpt door de populatie te verkleinen of andere maatregelen te treffen, wordt het dus gewoon een misstand. En krijg je een heel hoog aantal verkeersaanrijdingen met alle gevolgen en leed van dien. Maar je krijgt ook een slechte conditie in de populatie zelf. We kennen allemaal de voorbeelden van stijgende populatie konijnen, groeit en groeit. Iedereen vindt het hartstikke lief, die beestjes. En in één keer klapt de myxomatose erin en is zowat de hele populatie pleiten. Nou, dat wil je voorkomen. Je wil gewoon een evenwichtige, verantwoorde populatie in een gebied hebben, zodat mensen reeën zien, dat er weinig of geen verkeersovertredingen zijn, dat we hotspots zien waar dat altijd gebeurt, waar je maatregelen kunt treffen met de wegbeheerders, zoals langs de wegen hekken, reflectoren. En er zijn legio maatregelen om de verkeersveiligheid te helpen bevorderen. Maar zoals dat nu ook met ganzen gebeurt rondom de hek Rotterdam Airport, ik hou me hard vast. Dat komt echt een keer. Het is gewoon wachten tot er een vliegtuig naar beneden komt daar. En dat is gewoon niet te verdedigen. En we proberen die populatie door nestbehandeling en zo behoorlijk omlaag te krijgen. We slagen daar aardig in, want de populatie begint te stabiliseren. Maar hij moet echt verder terug. Ik hoop dat ik uw vraag... Duidelijk, u heeft zeer duidelijk antwoord gegeven. U mag de knop weer indrukken. Ik kijk rond, ik denk dat het ruim voldoende beantwoord is. Dan wil ik u ongelooflijk bedanken voor uw input. En gezien het feit dat u in 2 weken u zich in een dossier van 20 jaar heeft moeten inwerken, is dat knap gedaan door u. En bedank ik daarvoor.